is vandaag 18 juli 2016. Welkom bij het Game Nieuws. Mijn naam is Chris. Zo, en ja, welkom op deze maandag natuurlijk. Super warm is het en ja, YouTube gaat gewoon door. Game Nieuws gaat ook gewoon door natuurlijk. Dus ja, vergeet niet even te delen natuurlijk met je vrienden deze video. En dan kunnen we lekker overgaan naar de onderwerpen van vandaag. En we beginnen natuurlijk zoals altijd weer met Pokénieuws. Ja, het is natuurlijk een enorme hype. Dus ik kan natuurlijk heel veel nieuws daarover brengen natuurlijk. Officieel is, sinds zaterdag is dus Pokémon Go officieel uitgebracht in Nederland. Je kan hem nu gewoon via de App Store kan hem downloaden. Op zowel iOS en Android natuurlijk. Dus als je het nog niet gedaan hebt, kan je dat natuurlijk altijd nog doen. Het blijkt in ieder geval zo te zijn dat nu 1 op de 10 Nederlanders speelt dus Pokémon. En is dus volgens meerdere websites ook verslaafd dus aan Pokémon. Was afgelopen zaterdag, was het zaterdag? Ja, zaterdag was ik bij de Spooky Meeting in Snake. En ik zie gewoon mensen continu zo rondlopen op straat. Weet niet of je dat ook heel erg opvalt natuurlijk. En er was bijvoorbeeld nog een meeting van Power Unlimited afgelopen vrijdag. Waarbij het super druk was in Haarlem. En niet normaal hoeveel mensen daar waren. En ja, het is toch wel een enorme hype. Hartstikke leuk natuurlijk voor ze dat ze dat allemaal heel erg leuk vinden om te spelen. Natuurlijk, misschien vind jij dat ook leuk om te spelen. Laat het even achter natuurlijk bij de comments. Opmerkelijk nieuws misschien wel vanmorgen was dat Pokémon Go nog niet gereleased is in Frankrijk. En dat heeft mee te maken met de aanslagen in Nice. In ieder geval vermeld Nintendo dat ze vanwege de aanslagen en het medeleven met de mensen daar natuurlijk Pokémon Go nog niet gereleased hebben. Ja. Het zal iets mee te maken hebben natuurlijk dat door Pokémon natuurlijk veel mensen op straat komen en zo. En dat ze dat een beetje willen tegenhouden, denk ik. In ieder geval. Het is in ieder geval een beetje best wel opmerkelijk nieuws. In ieder geval natuurlijk heel goed dat ze denken natuurlijk aan de mensen natuurlijk in Nice. Het is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurd is. Zo simpel is het natuurlijk. Ja, opmerkelijk nieuws van Overwatch eigenlijk. Tenminste niet Overwatch zelf, maar in ieder geval, ik zal het even oplezen. De Universal Society of Hinduismen, die wil graag dat een speciale outfit gaat verdwijnen uit Overwatch. Het gaat om de karakter Symmitra. Ik hoop dat ik het goed uitspreek in ieder geval. Zij is een beetje een soort hindoeïstische godin, zeg maar. In ieder geval, ja, ze voelen daar zich eigen, een beetje door gediscrimineerd, zou ik het zo maar zeggen, eigenlijk. En ze willen gewoon dat die outfit gaat verdwijnen uit Overwatch. Ja, sorry. Maar mijn mening is wel dat, dat slaat nergens op eigenlijk, gewoon zeg maar. Want ja, als je zulke dingen gaat zeggen, dan mag je ook geen veeën in games hebben. En geen orks en geen weet ik veel. Dat soort dingen, dan moet een heleboel games moeten gaan stoppen. Dus ik vind het eigenlijk een beetje opmerkelijk nieuws. Er worden gewoon, heel vaak worden wel goden en godinnen worden gebruikt in games natuurlijk. En ik zie daar in ieder geval niet het probleem van in. Ja, heb jij misschien daar een andere opmerking over? Mag je dat natuurlijk altijd achterlaten bij de comments. Maar we gaan het in ieder geval op de voet volgen natuurlijk. Als daar meer nieuws van is, dan zal ik het ongetwijfeld laten weten. Het volgende nieuwtje gaat over Dead Rising. Jawel, er is gelekt. Er zijn achievements, niet achievements, maar trophies gelekt op een website. En die website is Exophase. Ik zal een link eventjes in de beschrijving ernaartoe zetten. Op die website staan trophies voor Dead Rising voor de PlayStation 4. En nou is het zo dat op de PlayStation is Dead Rising nooit uitgebracht. Alleen op de Xbox 360. En nu schijnbaar komt die waarschijnlijk dus ook naar de PlayStation 4 als remaster. Capcom heeft in ieder geval gezegd dat er heel veel games geremasterd gaan worden. En opnieuw uitgebracht gaan worden op de next gen consoles. Of eigenlijk tegenwoordig natuurlijk de current gen. Super tof natuurlijk om te lezen. Overigens komt Dead Rising 4 op 6 december van dit jaar nog naar de One 2. De nieuwe game, Dead Rising 4 dus. En die zal een jaar lang exclusief zijn voor de Xbox One. Ja, ze hebben daar gewoon
contractueel ja, afspraken natuurlijk mee. Ik moet het eerlijk zeggen dat ik het wel een beetje erg lang vind eigenlijk. Want aangezien ja, na een jaar is het meestal de game alweer verouderd. Dus ik vind het een beetje heel erg lang. Een beetje tricky. Maar in ieder geval, een jaar eerder dus op de Xbox One. Waarschijnlijk heeft het dus mee te maken dat ze daarom dus een Dead Rising gaan remasteren voor de PlayStation 4. Maar ja, het zijn allemaal geruchten. In ieder geval, linkje naar die website staat dus in de beschrijving. We gaan het gewoon zien. En het laatste nieuwtje gaat over Deus Ex. Jawel, we kennen allemaal denk ik wel Deus Ex Human Revolution. Super vette game eigenlijk. Ik speel hem dus op de Xbox 360. Super lange game ook met... Wat heel erg vet hieraan is eigenlijk... Ja, het is een science fiction game, oké, natuurlijk. Maar het verhaallijn loopt best wel redelijk lineair. Maar je hebt toch bepaalde keuzes die je kan maken. En daardoor kan je weer op een ander einde komen. Super toffe game. Echt, als je hem nog niet gespeeld hebt trouwens, raad ik hem echt aan om te spelen. Het is echt een belevenis, zeg maar, deze game. Maar in ieder geval, de nieuwe game, Deus Ex, Mankind Divided, komt op 23 augustus in ieder geval naar de One, PlayStation 4 en naar de PC. En nu is er in ieder geval een 20 minuten gameplay filmpje ervan te zien. Ik zal in ieder geval een link onderaan in de beschrijving zetten. En dan kun je er in ieder geval even naar kijken. Het ziet er in ieder geval echt gelikt uit. Natuurlijk wel echt. Je ziet echt dat het next gen is. Current gen natuurlijk nu. Maar ja, ik zou er eventjes naar kijken in ieder geval. En laat je mening achter natuurlijk over de game Deus Ex. En ja, of je misschien gaat aanschaffen natuurlijk. Altijd leuk om te weten in ieder geval. En we houden natuurlijk ook in de gaten als daar wat meerdere nieuwtjes over naar buiten komt. Nou, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond vandaag om weer te kijken naar deze video. Natuurlijk weer een nieuwe game nieuws. Ik hoop woensdag weer in ieder geval een nieuw deel online te zetten. En anders komt er een nieuwe aflevering aanstaande vrijdag, als er wat minder nieuws is. Geniet in ieder geval van het weer, zou ik zeggen. Vergeet niet eventjes deze video natuurlijk te delen met jullie vrienden. Tot de volgende keer en bye bye. Later.